Dat ging dan even mis. Nee, het gaat niet altijd vlekkeloos inderdaad. Ik heb per ongeluk ooit een keer een kind aangereden. Hier zijn we bij het huisje. Hier verblijven wij. En onze woonkamer. We hebben zelfs een tv. Dat is eigenlijk best wel luxe eigenlijk binnen de animatie. De slaapkamers. Moet even kijken welke ik ga aanwijzen hoor. Ah, deze ziet er wel mooi uit. We hadden gisteren zelfs nog een feestje. En dat was we hebben meestal altijd thema's. En dat was dan de technische dienst. Nou, dat hebben we daar nog klaarstaan. Dat moeten we eigenlijk nog eventjes opruimen. Ik deed een opleiding voor theater en ik zocht nog eigenlijk een stage. En toen ben ik eigenlijk... Ik werd eigenlijk op deze camping geplaatst. En ik had geen benul van wat de kleine wolf was. En toen kwam ik hier en mijn eerste week was echt geweldig. En toen ben ik eigenlijk teruggekomen en dit is inmiddels mijn 6e jaar. Nou, we lopen nu naar de schaapskooi en hier wordt eigenlijk elke ochtend geknutseld. We zijn hier al bezig met de voorbereiding. Meestal om 9:30 beginnen we. Nou, en dan knutselen we hier meestal altijd. Hey Luca! Hallo! Gezellig! Ik ben aan het helpen. Jij bent aan het helpen vandaag. Ja. Heb je een beetje lekker geslapen vandaag? Ja! Ja, doe maar lekker mee! Het werk maakt het zoveel leuk dat het zoveel afwisseling is. Ik hou sowieso niet van stilzitten in de zomer. Ik ben ook niet echt een zonmens of een strandmens. Ik wil gewoon dingen doen, activiteiten doen. Het mooiste is eigenlijk gewoon dat je die kinderen gewoon blij kan maken. Eigenlijk ook al is bijvoorbeeld een simpele speurtocht of een... Ja. Hey! Hoi! Owen? Wil jij... want Wesley zou jou helpen, maar die heeft nu vrijgekregen. Wil je zeg maar als mensen vragen, ik heb nog geen vogelverschrikker, dan die vogelverschrikkers geven. Het is echt alleen bij de tent en eentje per tent, ja? Toppie. Nou, dat wil ik wel zeggen. Oh, ja. Yeah. Zo. Wordt ook voornamelijk veel aan mij gevraagd, maar dat komt ook omdat ik zeg maar de leidinggevende ben op de vloer. Dus, maar ik vind het niet erg hoor. Nou, dan ga ik even naar de planning, ga ik even precies kijken. Hoeveel uur iedereen maakt vandaag. Het is dus niet alleen maar knutselen en dansen voor iemand in het animatieteam? Nee, zeker niet. Nee, dat niet alleen hoor. Er moet ook heel veel geregeld worden. Dus ja, dan zit ik hier. Ik zit hier soms nog wel vaker dan dat ik eigenlijk op de vloer ben. Is het dan nog wel leuk? Jawel. Jawel. Ik vind de afwisseling juist heel leuk. Wat leuk, wat zijn jullie aan het doen? Tekenen? Oh, super mooi zeg. Boze ouders. Ja, daar heb je er ook wat tussen zitten. Ja. Hoe los je dat dan op? Nou, dan loop ik daar even naartoe. Dan zoek ik even op waar ze wonen, in welke tent of welke caravan. Maak gewoon even een praatje van wat is het probleem. Hoe kunnen we dit oplossen? En nou, volgende keer gebeurt het niet meer. Of misschien de volgende keer kunnen we dit zo doen. Dus ik ga er altijd wel even naartoe. Nee, doe niet. Ja, of niet. Maar zorg wel voor even dat je pauze hebt. Ja, we gaan naar de verstand, gaan we naar pauze ook. Okido, succes ermee. Oké, heel goed. Ja, dankjewel. Doei. Ik heb even de sleutel nodig, maar die is nergens te vinden. Maar nu gaan wij de musical oefenen. The Lion King. En tik, hey, tik, tik, hey. En een draai, hey. Buiten adem van dit. Het is echt heel leuk. Ja, want je werkt wel met een heel team, werk je eigenlijk een hele week naar zo'n musical toe. En dan de reacties wat je daarop krijgt, dat is gewoon echt heel fijn. En ik krijg er heel veel adrenaline van. En ik hou van musicals, dus... En nu ben je uitgeput. Ik kan niet meer. Ja, even de oksels omlaag. Laat er niet een zweet zien hier. We gaan naar het sportveld, want daar is er nu een springkussenfestival.
Ik heb per ongeluk ooit een keer een kind aangereden. Ik lach er wel om, maar het was niet zo leuk. Ik was een beetje een boze moeder ook. Maar ik ben als Babette, het typetje van de camping, ben ik een ijsje gaan brengen. Toen was het wel weer goed, maar ik moet wel beter opletten de volgende keer. Hi! Doei! Nou, helemaal goed. Dus om 1 uur kunnen we... Half 2? Half 2 tot half 6. Oh, oké. Okay. Even kijken hoor. Dat ging dan even mis. In het programma staat dat het om 1 uur begint. Maar zij zijn ervan uitgegaan dat het om 2:30 begint. Dus dan gaan we kijken hoe we dat nu kunnen oplossen. Zodat we wel ergens tussenin zitten misschien. Nee, het gaat niet altijd vlekkeloos inderdaad. Moest even bijspringen. We staan hier even 10 minuutjes en dan komen ze van Augie van Springkussen komen aflossen. Ja, je mag erin!